vandaag hier in herdenking van de bevrijding van Mechelen uit 1944. Van waar de passie voor jullie om daar aan mee te doen? Oh, dat is al veel jaren geleden begonnen, vanuit mijn militaire legerdienst feitelijk. Waar ik de kans heb gehad om met heel wat militaire voertuigen rond te rijden. En zo is dat uiteindelijk dat zaadje geplant en is dat dan gegroeid tot een aantal eigen voertuigen in eigen bezit hebben. En ook een vereniging oprichten van vrienden met militaire voertuigen eigenlijk. Ja. Zo is het begonnen, maar eigenlijk met hoeveel voertuigen ben je momenteel dan? In de vereniging zijn wij totaal met 75 leden en van die 75 leden hebben we toch ongeveer 50% leden die echt eigen voertuigen hebben. Dus ik zal zeggen een wagenpark van 30, 35 voertuigen. Dat is redelijk wat, ja. Kan je die nog gemakkelijk vinden, zo'n voertuigen uit die tijd? Als je in het milieu gekend bent, dan is dat geen enkel probleem om voertuigen te vinden. De juiste prijs ervoor te betalen, dat is helemaal iets anders. Maar je kan die nog vinden, je kan wisselstukken vinden. Dat is op zich geen enkel probleem. Nee. Doen jullie veel van die evenementen mee dan? Wij doen op jarenbasis moeten rekenen toch een 10, 15-tal van dit soort van evenementen. Het een al wat groter en wat meer inspannender dan de andere. Maar 10, 15 op een jaar, dat zit er wel in, ja. Zeggen dan misschien wel een heel belangrijke vraag. Is het belangrijk dat zoiets herdacht wordt? Absoluut, absoluut. We moeten altijd in het achterhoofd houden. Als geallieerden ons niet hadden komen helpen vanaf de landingsstranden Normandië tot uiteindelijk dan de Ardennen en dan uiteindelijk aansluitend naar Market Garden, dan hebben wij nu niet het vrije leven gekend dat we nu kennen. En vandaar dat wij met onze vereniging dat toch willen blijven ondersteunen. En ons motto is, wij brengen het museum naar de mensen. Dus in principe moeten de mensen naar een museum gaan om voertuigen en materiaal en middelen terug te vinden qua militaria. Maar ons motto is net andersom. Wij hebben heel wat spullen die we naar de mensen toebrengen. En we zien dat toch wel een succesformule is. Als we zien vandaag in Mechelen hoeveel mensen en ook hoeveel jeugd er is op afgekomen, moeten wij zeggen dat toch een geweldig succes geweest is. Ja, er is inderdaad veel jeugd, maar kan je ook nog jeugd aantrekken in de vereniging? Dat is moeilijk, maar we hebben toch de laatste maanden, niet alleen met de evenementen die we doen, maar met alle publiciteit ook daar rond, hebben wij toch een 3, 4, 5 jonge leden. En jonge leden spreek ik dan vanaf de leeftijd van 16 jaar, kunnen warm maken om aan te sluiten aan de vereniging. Ja. Dus opvolging is niet verzekerd, maar we werken eraan. Oké, bedankt. Zou zeggen succes en bedankt om naar Mechelen te komen. Dank u wel. En voor ons is dit een jaarlijk weerkerend evenement, dus wij houden de kalender van Mechelen op onze agenda vrij. Unforgettable, though dear or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does fix me. De dag van de bevrijding in Mechelen. Je hebt dat zelf meegemaakt. Hoe was de sfeer? Nou, niet Mechelen zelf, in Battle. Met dat ik daar woonde, dus als de brug gesprongen was. De Battlebrug heb ik weten springen. En dan zaten wij daar in de kelder. En wij hadden al die legervoertuigen zien passeren en al. En dan gingen ze dat beginnen. Bevrijden. Ja. En dan weet ik nog, we zaten daar allemaal in de kelder met geburen en al, dus een stuk van de Battlebrug af. Weet ik nog, als de brug gesprongen was, dat was een geweldige klop natuurlijk. En is er een ding, een schuurman, een tang, naderhand heb ik dan geweten, een schuurman, dat van achteruit gekomen. Die zijn langs het kanaal gekomen, die is dan gestopt. Die heeft eerst schot gelost naar de brug of die kant op. En die is teruggereden. En dan is dat bij ons stil geworden. En dan zei mijn vader, ja, we gaan eens zien, het zal gedaan zijn. En dan heb ik dus de Battlebrug gezien, hoe dat die gesprongen was. En stond dan nog op de baan een wagen van het Engels leger. Zo'n stafkaar. En die had op een landmijn gereden. En dat wiel, dat was over de huizen gevlogen. En dat lag ook op de vaartuig. En dan, ja, ik was daar allemaal in geïnteresseerd. En dan heb ik naderhand nog in die boeken gezien wat voor een auto dat was. En ik herkende dat nog. Ik wist volledig wat dat was. Waren de Duitsers toen ook nog in de omtrek? Of? Die waren daar nog, maar die waren wel aan het aftrekken dan. Van... In Battle was dat een fabriek
wat dat ze een wolspinnerij en dat zat vol cognac. En daar waren nog een deel jonge Duitsers dat daar waren. En daar is nog wat schermutselingen geweest dan. Van de rest is nog een duo gevallen ook. Ja. En die cognac, ja, dat weer dan geplunderd eigenlijk al. Ja. Maar dat moet toch een heel feest geweest van die dag? Na de rand was dat een heel groot feest. En als je dat dan zag, met wat materiaal dat die allemaal toekwamen en al. Ja. Van, ik heb ook nog de V1's weten vliegen. Nog, ja, dat staan mij ook altijd nog goed. Dat vergeten niet. Ja. En dan de bombardementen, ja, dat weet ik ook nog. Dan zagen wij dat hier in Mechelen. Dat die heel... kolonnen niet overkwamen, ja, en dan die bombardementen, ja. Als kind zat dat dan heel je weet niet wat dat is, en schrik, hè. Maar ja, je weet dat wel, hè. En wat er ook zwaar te lijden gaat onder de oorlog? Rond de brug wel, hè. Van, er waren een paar huizen uitgebrand. Van, de brug was nog niet gesprongen. En dan is dan nog eens in de vlieger gekomen. En mijn vader zegt, dat is zo'n stukken. Dat heet na de rand. Hij heeft dan nog eens een duik gemokt. En met de sirene. Hè. Dan zei hij, die wist dat natuurlijk. Hè. I got rhythm, I got music. I got my gal, who could ask for anything more? I got daisy, in green pastures. I got my gal, who could ask for anything more? Old friend trouble. I don't fight him, you won't fight him around my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Anybody wants any more than that, and life is just plain evil. Louise, je hebt de bevrijding in Mechelen meegemaakt. Hè? Hoe is het allemaal verlopen? Dat was euforisch. Hè? Iedereen was uitbundig. Je zag die tanks, je zag die soldaten. Het was fantastisch in feite. Ja. Je hebt me net verteld dat je zelf ook op een tank gezeten hebt. Dat was toch een speciaal gevoel. Hè? Ja, iedereen moest van die tank. Maar dan hebben ze mij dat toch nog opgegeven. En dan heb ik die commandant nog een kus gegeven. En daar is dan een foto van genomen. Ja. En achteraf heb ik die dan gekregen, die foto. En zo ben ik dan in de gazet gekomen. Hoe oud was je toen? 7 jaar. 7 jaar, ja. Dat is iets dat je nooit vergeet, hè? Nee, dat vergeet ik niet. Dat blijft een herinnering. Ja, en voorts, ja. De oorlog was gedaan. Ik had van alles meegemaakt. En, ik denk als kind dat je dat toch nog altijd meedraagt. Ja, dat wel. En als de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen daarover vragen, ja, dat vinden ze dan fantastisch. Pepe Bon heeft dat meegemaakt. Zeg maar, Cor, van alle verhalen van de bevrijding, daar werden snoepjes uitgedeeld. Wat weet ik allemaal? Wat weet je daar nog van? Die dag zelf heb ik geen snoepjes gekregen, maar achteraf dan wel. Van de soldaten, de Chimingom, dat we dan kenden. Ja. Hey. En dan mijn eerste stuk chocolade heb ik van een Engelsman gekregen. Ja, zoiets allemaal, maar dat vergeet je niet. Hè. Ja. En was dat enkel die dag of is er de dagen daarna ook nog een feest? Dat waren een paar dagen daarna ook. Maar in feite de oorlog was niet gedaan, hè, want dan begonnen de V1's. En dan wisten we dat het nog niet gedaan was. Hè. Nee, dus na de bevrijding heb ik me ook al eens van iemand laten vertellen. Is er eigenlijk nog geschoten geweest in Mechelen ook? Hè? Want in feite als ze Mechelen doorgetrokken zijn, in het fort van Walem, daar zaten nog Duitsers en daar hebben ze nog gevochten. Hè. Dus het was in feite nog niet helemaal gedaan, want overal zaten er nog wel wat. Hè. Graag geef ik nu het woord aan mevrouw Marina de Bie
schepen van de stad Mechelen. 4 september, exact 75 jaar geleden, dat de eerste Engelse tank hier onze stad binnenreed en waarmee dat officieel eigenlijk het sein werd gegeven dat de bevrijding ook voor Mechelen een feit werd. Tot de bevrijding heb ik alle dagen Duitsers gezien. Hè. Die passeerden voorbij, al zingend en zo en alles. Dus. Zeker, maar de sfeer bij de bevrijding, als de tanks binnenkwamen in de stad hier, hoe was die sfeer? Oh, we luisterden eens hier. De mensen wisten het al van een dag tevoren dat het ging gebeuren, want Brussel was al bevrijd. En de tanks zijn toegekomen en in de kolonnen. Ik denk, want ik weet het niet, ja, naast de Brusselse steving, naast die kant. Hè, dus het Brus- en, maar ik, wij woonden in Mechelen-Noord. Ja. Op een zeker ogenblik, rond 2 uur, waren de Duitsers vertrokken uit de kazerne in kolonnen. Helemaal bewapend, precies voor aan te vechten. En als die kolonne voorbij was, ja, dan was het overal zeer stil in de stad. Iedereen was binnen, niemand hier buiten. Ik zie nog wel een oude vrouwtje nog met een zak commissies gedaan. die denken er dan niet aan. Rond 11 uur hoorden we dan de klokken luiden van Sint-Romboud. En de mensen konden zien dat het de vlag was. En dat ging gelijk een rondje rond. Ze zijn al dan de grote markt, ze zijn al de grote markt. En dan hebben we gehoord, het oor van de tanks die afkwamen. Hè. En die hebben zich, de eerste tank heeft zich ingedraaid van de Lierse Steenweg in de Generaal de Koningstraat. En dan is er een beeld dat mij gans mijn leven nog zal bijblijven. In één keer was heel die straat bevlacht met Belgische vlaggen. Waar de mensen die vlaggen hadden, ik weet het niet. Maar het was zo, de mensen liepen buiten. De meisjes die waren gelijk zot. Die gaven die soldaten kussens en zo. Maar dat was eigenlijk maar een kolonne die voorbij gereden waren. Dat was een voorhoede. En het ergste van al, Mechelen heeft zo'n 2 dagen zonder soldaten gezeten. Hè. Het is pas daarna maar dat het ros binnengekomen is. En ik herinner me nog dat mijn vader zei, pas maar op dat ze maar niet terugkomen, de Duitsers. En namiddags dan, ja, de mensen liepen op straat. Ik had direct mijn uniform van de schouts aangedaan en met een hoed. Want dat was verboden in Duitsland. De zondag daarop hebben trouwens al de schouts gedefileerd in de stad. Zeggen ze, wij zijn terug, wij zijn hier, wij leven nog altijd. Waarom waren de schouts eigenlijk verboden dan? Ja, schouts was Engels. Nou ja, schouts, dat ben je een pauper. Wij droegen een hoed, wij waren in uniform, like de Engelsen. En dat mocht niet. En trouwens ook, wij speelden soms zo met kompassen het een en het ander. En dat mocht niet van de Duitsers. Dat was bijna een voorbereiding door het leger, zoiets. Hè. Hoe heb je die bevrijding eigenlijk zelf ervaren dan? Zelf ervaren, eerst en vooral dat je vrij was, dat je de straat op mocht, dat je tegen iedereen mocht zeggen wat je wilde. Ik herinner me, als wij in de oorlog naar de winkel gingen, op de Broektafels naar de winkel, een kruidenierswinkel, zeiden ze.
En dat waren mensen die we niet kenden. Dan zwegen we. Ja. En als de mensen dan buiten waren, als we wisten dat je iets kon zeggen, dan werden we maar alleen gebabbeld. Hè. Dus vrijheid van opinie, van alles te mogen zeggen. Vrijheid van op straat te gaan, 's nachts mochten we niet buiten. We mochten wel buiten. Maar ik zeg het nogmaals, zoals ik het gezegd heb, de oorlog was niet gedaan. Zo, hè. Wij hebben nog daarna, tot de maand mei van het volgend jaar, zwaar gebombardeerd geweest door V1's en V2's, liggende bommen, dat ze zeiden. Na de bevrijding ook. Na de bevrijding bleef de oorlog nog bestaan. Wat vinden van zo'n evenement zoals vandaag, dat ze dat elk jaar herdenken, die bevrijding? Is dat belangrijk? Dat zou ze moeten doen. Elk jaar, ik zal misschien zeggen, zo'n grote manifestatie. Maar ik vind het zeer belangrijk van dat ze... Dat gedenken, dat blijven gedenken. Jullie weten dat niet. Ik ben 70 jaar. Ik ben 90 jaar. Ik was toen 15. Dus wij moeten dat vertellen aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. Want anders weten ze het niet. Je hebt er geen idee van hoe de mensen in het algemeen van niks van hun af weten. Als je... Maar niks. Er zou dus meer moeten over gebabbeld worden. Al is het maar alleen ter ere van al diegenen die gestorven zijn voor hun oorlog. Ja. Mijn vader is 4 jaar krijgsgevangen geweest. Hij is kunnen afkomen omdat hij ziek was. Hij was krijgsgevangenen. Ik ken mensen die het verschil niet weten tussen krijgsgevangenen en politieke gevangenen. Het zijn toch allemaal dingen dat je meedraagt? Dat je meedraagt, hè. Ik heb mijn vader toch wel 4 jaar niet gekend. Hè. En dat is, als je als kind van 10 jaar je vader verlaat en vader gaat weg. Ja. En op 15 jaar zit je terug. Dan is die vader voor u een vreemde van haar. Dat duurt de ganse tijd voordat je... Ja. En hij ook. Mm-hmm. Hij ook. Hè. Ja. Goed. Je zegt je bedankt en ik hoop dat ze blijven herdenken wat jullie allemaal meegemaakt hebben. Ja, het was in ieder geval, het was zeer goed vandaag. We hebben geluk gehad met weer. Ja. Nee, het is goed. Volgend jaar zien we je terug. Ik hoop het. En ik hoop dat ik er toch zal bij zijn. Ja, dat zal wel. Allee, je zegt je bedankt en geniet nog een beetje van de dag. Hè. Ja, dat is goed. Heel bedankt.